kunnen op de gemeentelijke vakcursussen in Den Haag de kunst van het serveren leren. Het lesmateriaal bestaat niet, zoals u zou denken, uit echte spijzen, maar uit modellen van rubber of hout die uitneembaar zijn. We beginnen dus het volgende menu te serveren. We beginnen met een Noorse hors d'oeuvre. Daarna krijgen we dan een aspergesoep. En dan krijgen we een tong met kreeft. Gaat u nou uw gang maar, begint u dus maar in de servies. Juist, goed zo, dus u serveert. Links in, ja juist, en nu rechts. Nee, wacht nou eens even, kijk. U houdt het glas zo met de linkervoet, met de linkerhand vast. En schenkt het dan vervolgens met de rechter, zo voor 2/3 vol. Daardoor blijft het bouquet veel beter gevangen. En dan zet u het in en gaat vervolgens door naar de andere, zie u? Nee, wacht u nou eens even, dan zal ik u even opletten. Dan zal ik u laten zien hoe u dat moet doen. Kijk eens, u laat het eerst gevogelte, kip, of welk wild u ook hebt, laat u voldoende zo uitruipen. En dan plaatst u het voor u op de zijde, brengt het mes er zo onder. En dan kunt u er de poot zo heel gemakkelijk aflichten, zie u? Nou, u er is. En nu, dames en heren, zijn we aan het dessert genaderd. En bedenk wel dat de goede naam van een zaak niet alleen afhankelijk is van de kwaliteit der spijzen, maar ook en voornamelijk van een goede servies.